lopende project. Nee, weet het niet. Cancel. Er zijn de weken dat ik iedere dag werk en er zijn hele tijden dat ik niet werk. Ik werk niet meer zo hard als vroeger. Wat ik net zei, mijn relatie leidt er niet meer zo onder. Dat er periodes in mijn leven zijn geweest dat ik zo hard werkte, dat het met de relatie niet zo goed ging. Want als een film dan af moet, en je hebt een deadline, want deadlines die zijn heel belangrijk. Want als je voor televisie werkt, dan zijn er altijd deadlines. En dan moet er altijd in een dag waarin die film moet worden uitgezonden, dan wordt het wel krapjes. Een mooi vak en dan wil je wel graag er iets moois van maken. En dan denk je, nou, mijn partner die wacht wel even. Die komt zo meteen weer aan de beurt. Maar die had op een gegeven moment gewoon geen zin meer om te wachten. Ja, maar dat is nu meer zo hoor. Maar eigenlijk is koken een beetje vergelijkbaar met monteren. Want wat ik doe is ook een soort monteren hier in de keuken. Je hebt een limoen. Je hebt passievruchten. Je hebt suiker. Je hebt mascarpone. Stuk voor stuk ingrediënten waarvan je zegt van, wat moet ik ermee? Maar nu komt het op de samenstelling aan. Hoeveel van wat? Hoeveel van dit? Hoeveel van dat? En dat maakt of het uiteindelijk een mooie, ik wou zeggen film wordt, maar een mooi gerecht wordt. Ik denk dat ik uiteindelijk in monteren iets handiger ben. En dat doe ik ook vaker. En koken is, ja, oefening baart kunst, zeggen ze wel eens. En als je het maar vaak genoeg doet, dan word je er natuurlijk steeds handiger in. Wat ook het voordeel van koken is, dat als ik een film aan het monteren ben en ik ben tussendoor met zoiets bezig, dan kan ik over de film nadenken die ik aan het monteren ben. En dan zie ik de scènes voor me en dan denk ik van, misschien moet scène 1, kan beter naar achter scène 2, of achter scène 3 en scène 3 weer voor scène 2. En dan speelt de film zich in mijn hoofd af, terwijl ik dit aan het doen ben. Of ik heb bepaalde muziek in mijn hoofd die ik dan in gedachten afspeel bij de materiaal wat ik aan het monteren ben. Wat voor muziek zou hier nou goed bij passen? Even kijken. Muziek die past bij
deze kookscène. Sogna fiore mio, sogno che posa, chiuro sta bocca che pare una rosa. Sogna chiuro stocchio turno turno, che quando sogni tu, sogna gli umuna, e chiuro gli occhi e non parlare, sogna gli ufuna di mia. Perché vanavond wel première. De meest spannende was de première van de film van André Hazes. Omdat, omdat André Hazes er zelf bij was en wij natuurlijk ons afvroegen van hoe het zou vallen bij hem. En André Hazes is een heel ingewikkeld personage, was hij. Dus dat was spannend. En bovendien, als je dus een première hebt aan een film waar je dus 3-4 maanden aan gewerkt hebt, want dat was toen zo, is het natuurlijk wel sowieso spannend om te zien hoe het publiek erop reageert. En of al dat werk wat je er al die maanden in hebt zitten, of dat zich tussen aanhalingstekens uitbetaalt. Want het is wel zo, je kunt mooie films maken, maar als er niemand naar gaat kijken, dan zit je toch je doel voorbij. Nou, dat was in dat geval niet zo, want het was de grootste kraker, kaskraker in documentaire land ooit. Dus dat was wel mooi. Zo'n succes heb ik nooit meer gehad. Goed. Nu ben ik weer over film met praten. Dan ben ik mijn gedachten weer, zijn weer weg van de tata. Hoe moet ik verder? Sogna fiore mio, sogno e riposa, chiuro sta bocca che pare una rosa, sogna chiuro st'occhio turno turno,